Danny's killed on the blauw. Van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Shiny Sprites, op mijn vierde nieuwe aflevering van Harry Pottering. Met een, ik wou met Nando zeggen, maar Nando doet niet mee in deze serie. Al zegt hij soms wel, lekkering. Lekkering. Zie je, daar is die. Nando is altijd bij als het nodig is. Ja, je kunt op hem rekenen. Wat was dat? Huh? Wat hoorde ik nou? Wat zei je nou net? Zeg, je kunt altijd op Nando rekenen. Ja, precies. Oh, dat klonk voor mij net zo ver weg. Oh, nee, ik was even iets aan het neerleggen. Ik was niet helemaal... Oh, ik kan gewoon Harry zien. Oh, dit is al een stuk vooruitgang. Ik kan gewoon zien waar iemand tegenaan loopt. Colin? Colin Creevy. Daar heb ik al sinds... Moet ik het wel goed zeggen? De geheime kamer niet zo van gehoord. Ja, ik zat met steen de wijs in mijn hoofd. Oh, waarom moet ik deze kant op? Oh nee, Angelina ligt in de hospital. Niet de hospital. Oh ja, tuurlijk. Fijn dat de game ook precies laat zien hoe je moet lopen om goed te lopen naar de ding. Ik krijg gewoon hoofdpijn van het elke keer switchen van cam. Ja, dat heb ik dus ook. Oké. Jezus, echt, wat wisselt deze guy vaak van cam, joh, niet te doen. Niet te doen. Het is ook wel een leeg kasteel voor... Voor Zwijnstein. Voor Zwijnstein. Oké, maar dit klopt niet. Dit klopt niet. Nee. Nee, ik klopt het niet. Nee, ik ga niet een gobstone terughalen van een Ravenclaw-student. Vuile Ravenclaw. Hey, pas op je woorden, hè. Mm. Oh, dit wordt nog een drama, dit. Je moet... Oh. Oké, moet ik hem... Ron, ga aan de kant. Blazen, oh. blazen. Blazen werkt niet. We hadden blazen ook een hotkey moeten maken, denk ik. Yep. Oh, dit is toch niet te doen, joh. Ik moet hier met deze student praten, maar die student reageert niet. Yo, portret. Moet ik hem beheksen? Wat moet ik ermee doen? Je moet hem afmaken. Ja, dat probeer ik, maar ik kan er niet mee praten. Dat is sad. Oh nee, wacht. Hoe kwam jij er nou achter wat je moest doen? Ron, ik liep gewoon richting de uitgang van de leerlingenkamer. Nou, toen ging Ron zeggen mij, dat moet maar. Ja. Oh, je moet gewoon tegen Ron praten. Hey, vuile Ron. Ja, wat moet... Oh, ik moet een potje gobstone gaan spelen. Oké, hoe werkt dit? Angelina. Oh, dat was iets te zacht. Dat was veel te hard. Hoppatee. Oh, kijk, ik word hier gewoon gematst. Angelina zit in de hospital winging. Dat is verschrikkelijk. Nee.
Nee. Oh, ja, volgens mij win ik. Nee. Yeah! Ik win met 17 tegen 0. Niet 17 tegen 0. 17. Ja, niet 17 tegen 0. Oh, dat zei jij 7. Akio! Jezus! Muis, reageer niet zo! Agressief. Oh, dat is verkeerd. Nee. Goed zo. Alle beta. En dat was... Jezus, waar ben ik beland, joh? Hoppa. Hoezo is Angelina nou weer niet hier? Ik ben in de hospital wing. Leave Britney alone. Yes, I have won the match met 1 punt verschil. Yeah. Dat betekent eigenlijk dat ik die gobstone heb, waardoor ik terug mag gaan naar weet ik het wie. Niet naar weet ik het wie. Ja, ik weet niet hoe die vent heet in de hospital wing, maar het is niet Angelina. Ja, succes, met het, succes met het praten, hè? Oh ja, tuurlijk. Hij doet het in 1 keer. Zo moeilijk is dat niet. Ik ben er dik 3 minuten mee bezig geweest en hij doet het gewoon in 1 keer. Oké, naar de moet, entrance. Hij moet niet in het gat, of wel? Nee. Je moet in de cirkels eromheen. Nee, het is een soort dart. Alleen de bullseye is dan geen punten. Ja, precies. Even vaak goed in de spel. Zo! Ik ga geen potje gobstone Dario spelen, Milan. Dus ik won wel met 17-0 en jij met... Wat was het? 24-4. Ja, daarom. Dus... Oké, Angelina, hi. Oh, ze is hier met... Wiggel en Waggel. Niet met Wiggel en Waggel. Ja, Fred en George. Oh jee. Oh jee. Ik wil niet. Wacht, lopen Fred en George nou met mij mee? The Legends! Waar moet ik heen? Ach, tuurlijk. Het is Malphidus. Malphidus? Ja, die is opeens ook een final boss. Wat doen? Word je dronken? Ik... Oh, wat... Oh, nee. Zo kan je toch niet spelen? Maat. Jezus, ik moet mijn hele kop gewoon draaien. Jezus. Wacht, kan ik hem niet gewoon een kwastslag draaien? Dat is de verkeerde kant op. Oh, dit wordt nog wat. Zo, we doen het wel gewoon even zo. Dan moet je maar even leren hoe dat moet. We doen wel eerst kwast. Met Harry. Welke spreuken... Okay. Waarom hebben Fred en George alles? En Harry... Harry, echt letterlijk... Een gebroken kies, maar... wacht, werkt het hetzelfde als... drama dit. Hoezo dreadful? Oké, kwast met Harry. Flipendo 1. Oh, je moet het zo doen. Flipendo! Oh, dat ben ik moeilijk aan het doen. Fred, Flipendo level 3. Tuurlijk. Dat was een succes. Hoe heb jij nou je beeld gedraaid? Bij view en dan heb je rotation en dan moet je hem op 270 zetten. Oké. Okay. Dit wordt echt een edit gezeik, joh. Yep.
Wacht, volgens mij heb ik kwast. Of niet? Ik heb hem bijna. Choose spel. Nou, ik kan... Huh? Hoe choose ik een spel? Zo? Oh, zo. Dit is volgens mij echt mislukt. Dreadful. Ja, dacht ik al. Ja, je moet hem slepen, zeg maar. Ja, dat blijkt. Oké, we gaan een soort van vier maken. Great. Nou, top. Hoppatee. Zo, dat was kwast. Jezus, wat is dit moeilijk. Even kijken, dan pak ik... Jorge. Dan doen we... Ventus. Excellent! Afarikadabra! Oké, we gaan ineens van excellent naar... Afarikadabra! Oh, wat? Ja, dat is om een knockout te mappen. Ah. Rick de Sempra! Oeh, ik kan hem knock-out halen. Harry, jij gaat het doen, jongen. Met je... Dit is oprecht best leuk. Jazeker, deze minigame is best leuk. Yeah. Zo, en dat was Korsel. Maar ja, onthoud wel, je hebt met Harry wel dezelfde spreuk ding als met gevangenen van Azkaban. Excellent. Rick de Sempra. Oké, we gaan een soort van 9 namaken, oké. Deze is echt mislukt. Maar we hebben wel gewind. Gewind. Dat betekent dus dat we deze weer zo kunnen doen. Ja. My pleasure. Oh, en ineens komt Hermeline eraan gewaggeld. Oh, nee. Ik wil niet naar deze les. Ik wil niet naar deze docent. Laat ik het daarbij houden. De les vind ik prima. Moet je naar Zwandrift, of? Nou, mocht ik maar naar Zwandrift. Naar Omber. Ja. Ik wil zeggen, Zwandrift vind ik niet zo erg. Omber daarentegen is echt een hel. Op naar Omber. Specifiek. Nou, ik heb liever nog 20 duels achter elkaar dan dat ik dit gezeik met die trappen nog een keer moet doen. Echt, hè? Ja. Jezus. Je denkt, Milan, ik bereid je vooral voor, dat is niet je enige trappenhuis. I'm outside. Is dat Luna? We do be loving some Luna. Och, het is Malphidus weer. No, we don't loving the Malphidus. Oh, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Oh, het is nu alleen...
Oh, kijk, en ik heb Harry en Hermelien. Kijk, top. Hey Harry, wil jij ruilen? Nee! Hey Harry, wil jij ruilen? Volgende. Kan toch niet dit? Oké. Okay. Oh, heb ik hem wel geraakt? Oké, okay, nice. Editor wordt zo'n hel. Oh mijn god. Ja, succes alvast. Oh, die was echt mislukt gewoon deze. Maar ja, ik heb wel gewind. Zo, op het uit. Ja, Hermelien, natuurlijk weet ik dat ik naar de les moet. Oh, deze trap is wel een stuk korter, kleiner. Oh, oké. Okay. Ja, maar ik moet die toch zijn? Yay! Les van Umbridge. Hoera. Yes! Zeg, het enthousiasme straal je gewoon uit, joh. Echt, hè? Stel, je hebt echt een les in dit kasteel, joh. Dan word je toch echt fucking geïrriteerd. Nou, dan niet alleen, maar ik zou ook echt gewoon verdwaald raken. Ja. Ik zou echt gewoon meerdere keren op een dag verdwaald raken. Daar hebben we de vuile bitta. Ja, nou, waar mag ik nu naartoe? Waar mag ik heen? Oh, waar dan? Waar gaan we nu heen? Oh, wat gaan we doen? Wat? Retrieve Hermione's boek van... Padma Patel. Padma. Oké, okay, dan gaan we even naar Padma. Camera. Ja. Vuile bitta camera. Ja. Ja. Waarom moeten we ook weer... Waarom moet je iedere keer of naar de grote zaal of op je eigen afdelingskamer zijn? Ja, ook echt elke keer twee uitersten. Ja. Is dit Padma? Is het donker? Wat? Padma is donker. Oh. Nou, ik vraag, heb is dit Padma? Dus vraag van, is het donker? Want als je zou zeggen nee, dan zou ik zeggen nee, dat is niet Padma. Oké, okay, ik moet nu Transfigurations gaan doen, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Rond tieven en top, dank je. Dan krijg je les van Mac G. Nee, dit krijg ik van Padma. Hè? Oh ja, Padma is zo'n vuile Ravenclaw. Hoezo boor? In de film... Ik moet hier letterlijk dat figuur gaan uittekenen. Prima. Geef mij maar de thee van troll, weet je? Want jezus. Ik ben gewoon excellent. Waar moet je dit halen? Echt, geef mij maar weer een gevecht tegen Draco.
Oh, Thijs voorbij, laten we nog even doortekenen. Ja, hij moet. Als jij klaar bent met tekenen zo, dan... Nee, hij moet, hij moet, hij moet, hij moet. Maar ben jij al klaar? Ja, ik had een E van excellent. God damn it. Jij moet me even roepen als je klaar bent, ja? Oh, dit hoort hem toch niet. Nou, vertel. Was dat hem? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigo.